Henk, je hebt nieuws voor ons, denk ik. Ja, ik weet niet of het nieuws is, want er is hier en daar al het nodige over gezegd. Maar uh, inderdaad, ik uh, kom vanaf 15 juni weer uh, terug bij de FC. Wat ga je precies doen? Ik uh, kom gewoon in de scouting. Ik word internationaal scout, dus uh, dat was ik uh, dat blijf ik. En dat ga ik ook uh, bij Groningen de komende tijd uh, weer, uh, weer doen. Nu heb je nog een doorlopend contract bij Ajax, had je in elk geval. Um, ja, hoe is dat opgelost? Uh, nou, dat wordt, uh, dat wordt ontbonden. Uh, ik zit in mijn laatste jaar van, van het contract. Einde van het uh, begin van het volgende jaar loopt dat af. Nou, en ik heb gemeend om dat contract uh, niet te verlengen, niet langer uh, bij Ajax te blijven. Uh, in dezelfde periode kwam Groningen met uh, de vraag van wat ga je de komende tijd, of wat ben je van plan te gaan doen? En ik heb uh, een paar goede gesprekken gehad. En dat heeft mij toch weer uh, teruggebracht uh, naar de FC. Ja, waarom ging het kriebel om weer bij de FC aan de slag te gaan? Uh, nou ja, FC Groningen is natuurlijk uh, sinds jaar en dag mijn club. Uh, de geschiedenis is bekend, hoef ik niet te herhalen. Denk ik 33 jaar uh, in ieder geval werkzaam geweest bij de club. Uh, mooie tijden meegemaakt, ook wel mindere dingen uh, uh, beleefd natuurlijk. Dat uh, maak je altijd mee. Maar het uh, voelt gewoon heel prettig en goed om weer, uh, om weer terug te gaan. Iets dichter bij huis en. Uh, met een hele grote uitdaging. Ik heb aangegeven dat ik <coughs> geen uh, echte leidinggevende rol meer wil hebben. Ik ben ooit technisch manager geweest. Dat heb ik bij Groningen al uh, beëindigd. Het laatste jaar ben ik gewoon als scout verder gegaan. Ik heb nu zeven jaar bij Ajax gewerkt als, uh, als scout, als internationaal scout. En uh, da dat wil ik ook gewoon doorzetten. Dus ik ben geen leidinggevende. Ik ben ook geen hoofdscouting. Ik ben ook geen uh, technisch manager. Uiteraard word je bij andere dingen ook betrokken. Bij het hele technische beleid word je uiteraard betrokken. Maar... Uh, uh, ik Blijf het liefste gewoon in de scouting, actief op de velden, actief in het netwerk. Om zeg maar de spelers te vinden die, die FC Groningen kunnen helpen om betere prestaties te bereiken. Ja, die prestaties zijn op dit moment uh, ja, niet om over naar huis te schrijven. Wat doet dat met jou en uh, hoe kijk je ernaar? Ja, het is toch wel, uh, wel een beetje onwerkelijk. En het is inderdaad heel zorg, uh, zorgelijk dat uh, nou, een club als Groningen uh, dit overkomt. Dit zou niet moeten kunnen. Maar goed, in het voetbal is het zo als je uh, in een mindere fase komt en jezelf daar niet uit weet te werken, dat het uh, zomaar een keer zover kan zijn. Dat, uh, zo zit die wereld in elkaar. En dat is uh, helaas bij Groningen op dit moment ook het geval. Nu heb je gesprekken gevoerd uh, met de clubleiding. Hoe zagen die gesprekken eruit de afgelopen weken? Nou, die gingen zowel over uh, mijn rol. Uh, enerzijds wel of ik terug wilde komen, anderzijds over mijn rol. Maar natuurlijk heb je dan ook meteen wel wat, wat aanknopingspunten wat betreft de situatie van de club op dit moment. De club moet ook op dit moment in meerdere scenario's denken. Het kan zomaar zijn dat het toch misgaat. Daar, daar hebben we met elkaar natuurlijk ook al de nodige gesprekken over gevoerd. Nu ben je benoemd als internationaal scout. Is dat niet gek als de club, ja, mocht het wel misgaan, op een niveau lager gaat spelen? Dat je dan een scout in dienst hebt ja, die internationaal gaat scouten? Ja, nou, dat, dat klinkt inderdaad uh, uh, als een titel die wat, uh, wat groter is. Uh, dat is het gewoon niet. Ik ben gewoon lid van het scoutingsteam. Dat betekent dat je zowel nationaal als internationaal scout. Ja, misschien wordt het dan internationaal. De regio's of de gebieden waar je komt, misschien wordt het iets kleiner, maar dat zal niet, uh, best verder niet zwak maken. Het is een titel. Ik werk samen met uh, de scouting, zoals ik dat altijd heb gedaan. Uiteraard zal ik ook aanschuiven bij het uh, compositieoverleg, uh, dat wil zeggen de samenstelling van de selectie, welke spelers komen in aanmerking, welke spelers eventueel moeten vervangen worden. Uh, en dat zal onder uh, supervisie van Wouter, Wouter Gudde gaan. Mocht het doemscenario gaan plaatsvinden, uh, zit er dan een optie in jouw contract uh, dat je het niet gaat doen, mocht zich gewoon nee, oh, nee, nee, vanaf het begin uh, in de gesprekken is duidelijk gemaakt dat de beide scenario's mogelijk zouden zijn. Ja, dat, dat wist ik ook. En dat is voor mij geen enkele belemmering om dat dan eventueel niet te doen als het mis zou gaan. Sterker nog, de uitdaging wordt alleen maar groter. Tot slot, Dick Lukien is benoemd als hoofdtrainer. Um, hebben ze daar jou nog in geraadpleegd? Nou, raadplegen is misschien een groot woord, maar ik ben er wel in gekend. Ik wist van de, 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 de interesse, de belangstelling. Ik ken Dick. Um, ik ben daar ook heel positief over. Dus uh, ik, heb, ik, ik ben daar zeker in meegenomen. In ieder geval dat ik wist dat dit uh, de nieuwe hoofdtrainer was.